hoe vindt die mug jou? En twee, als we begrijpen hoe die mug jou vindt, wat kan ik er dan tegen doen om die mug bij mij weg te houden? Eigenlijk is het zo dat de vrouwen veroorzaken de problemen. De vrouwen nemen bloed, de mannen nemen alleen maar sappen van planten en nectar. En die mug die vindt ons op afstand door ons te ruiken. En dat doet ze met haar antenne. En op die antenne daar zitten geurreceptoren waarmee ze ons op afstand kan ruiken. Tot wel 70 meter afstand kunnen muggen ons waarnemen. Waar ligt dat nou eigenlijk aan? Het heeft alles ermee te maken dat wij als mens op onze huid produceren we geuren. Wel meer dan 300 chemische verbindingen geven we af van onze huid. Heeft te maken met onze genetische make-up, hoe zitten we in elkaar. Heeft ook te maken met dieet, wat eet ik. Dat bepaalt ook voor een deel mijn geur. Maar uiteindelijk is het zo dat ieder van ons heeft zijn unieke geurprofiel. We ruiken allemaal verschillend. Wat werkt er nou eigenlijk tegen muggen? Ik ga eerst beginnen met een paar fabeltjes, eventjes de wereld uit te helpen. Doe het licht uit, de muggen komen binnen. Heeft er dus niets mee te maken, het gaat om die geuren van hem. Knoflook. Uit de doos van oma komt dit. Je moet vooral veel knoflook eten, dan ga je geuren afgeven waar muggen niet van houden. En dan zullen ze je niet bijten. Nou, ik weet één ding, als je veel knoflook eet, je houdt veel op afstand, maar dat zijn met name andere mensen. En niet muggen. De citronellakaars is officieel verboden in Nederland. Het mag niet verkocht worden als middel tegen muggen. Werkt het? Nee. Wat werkt er dan wel? Breng een hor aan in dat slaapkamerraam en je hebt alweer 80% van je muggen minder. En thuis maar eens even de tuin inlopen. Want achter de schuur daar staat die emmer of die kruiwagen waar regenwater in staat en daar broeden je larven. En die dingen waarmee je jezelf gewoon volledig insmeert. Eucalyptusolie met actieve stof citriodiol. En eucalyptusolie hebben wij ook in ons eigen lab getest, werkt 6 tot 8 uur. Hoe hebben muggen het verloop van de wereldgeschiedenis bepaald? Dit is de Universiteit van Nederland.